Stef Clement verbaasde iedereen, inclusief zichzelf, door de slotetappe te winnen in de Dauphiné Libéré. Daarmee was hij meteen verzekerd van een plekje in de Tourploeg. Maar daardoor zou je bijna vergeten dat Clement ook op de Mont Ventoux kilometers lang op kop sleurde. Hoe kan het dat Stef Clement ineens kan klimmen? Ja, daar hebben we te weinig minuten voor op camera, maar het is een lang verhaal eigenlijk. Maar laten we het toch maar proberen. Onze nieuwsgierigheid is gewekt. Het zit zo, één been van Clement is korter dan het andere. Daardoor zat hij jarenlang letterlijk scheef op zijn fiets. Zijn vorige ploeg had daar nooit een oplossing voor. Pas bij Rabobank kwam het antwoord. De aanpassing die wij hadden gedaan was eigenlijk gebaseerd op situatie bij het lopen. En bij het fietsen zit er een knik in je been en kan je het bovenbeen nooit langer maken. Dus moet je uitgaan van wat je wel kunt langer maken en accepteren de dingen die je niet kan veranderen. En daarmee proberen zo recht mogelijk op je fiets te zitten. En zie daar, ineens lukt het bergop wel. Het maakt een einde aan een jarenlange frustratie. Ik ben wel iemand die veel over dingen twijfelt, ja. En dat werd ook psychisch een probleem, omdat met mijn lijf en het vermogen wat ik kan leveren in een tijdrit, moet je gewoon heel hard bergop kunnen rijden. Maar nu de puzzelstukjes een beetje op zijn plaats vallen, ja, zie je dat je letterlijk en figuurlijk wat rechter op je fiets gaat zitten en dat je zeker weet waar je mee bezig bent. Het maakt hem tot een belangrijke pion in de Rabobank ploeg, die met Dennis Menchoff dit jaar de Tour de France hoopt te winnen. Ja, kans hebben op een gele trui, kans hebben op een groene trui natuurlijk met Oscar Freire. Dus er is elke dag wel wat te doen. En daardoor heb je waarschijnlijk wat minder ruimte voor je eigen glorie. Alleen, ik had aangegeven dat ik dat graag zag in een ploeg. En dat ik daarom naar Rabobank was gegaan. Dus ik denk dat het voor mij een heel interessante Tour wordt.